Zit niet in je hoofd, Marcia. Nee, ik ook. Ik ben ook niet echt een atoom. Ik denk, mijn god. Dus ik kon me even niet identificeren. Niet altijd negatief, maar gewoon. Je bent het leven zelf. Don't try to figure it out here. Kan niet. Wat ik ook bedenk, en ik ben echt hyperintelligent, hè. Wat ik ook bedenk, I'm always wrong. Ja, wasting your life energy. Hoe is het nou, Marjan? Beter. Nog niet helemaal goed, hè? Nee. Oké. Okay. Maar dat maakt niet uit. Just checking up on you. Je kunt voelen hoe het goed bent. Ja, dat leuk. Staat onze benen in je boek, dus. Nou, ik weet niet alles wat ik heb opgeschreven. Momenteel is prikkelpraat er geen doen. Ik zit nog niet met lezen en zo. Dat, oh. Zo nog verder eigenlijk. Maar het hoeft niet. Nee, hoeft niet. Mm-hmm. Maar het was wel goed om even hier te zien, want daar kwam ik op. Ik had er toch wel een beetje van. Deze hoek van een beetje stil zo. Die vooraan kan, maar daar zo. Rob, er zit iemand. Jij daarachter. Ik? Ja. Ik kwam met de vraag waarom ik alles altijd zo saai vind. Maar je kan me ook wel betrapen. Ja, oké, okay, wat? Want? Ik ben echt ook helemaal leeg. Is dat saai? Soms, ja. Ja, ik vind soms op het werk of zo. Hebben mensen ook dan allemaal. Ja, ik weet niet, ik had gewoon niet meer serieus nemen. En dan, ja, dat vind ik op, ja, dat is ook niet saai aan de ene kant. Aan de andere kant. Ja, ik ga dan ook provoceren en zo. Ja, dat is ook wel leuk, maar ja, dat geeft ook wel voldoening. Ja. Af en toe is dat saai. Dan is het saai. Af en toe vind ik het heel erg grappig. Het klinkt al anders als waarom vind ik alles saai. Ja, precies. Het is heel leuk, hè, van soms gewoon even net een ander standpunt nemen. Als je de hele tijd hetzelfde tegenkomt, komt het alleen altijd hetzelfde kijken. Ja, klopt. Dus inderdaad een beetje ermee spelen. Bekijk het eens van een andere kant. Roep eens wat, doe je die. En als iemand het saai vindt, dan is het meest simpele natuurlijk. En dan komt dat je saai bent. Er zijn geen vervelende dingen, maar wel mensen die verveeld zijn. Dus wake up. Nou, hoe is het nou om verlicht te zijn? Ja, bent het. Goed geld terug.
Nog iemand dit of zullen we met kappen? misschien ga ik iets zeggen. Ja. Ja. Ik was de laatste keer dat ik je heb gezien was 13, 14 jaar geleden in Den Bosch. Ik kwam naar die avond in Den Bosch. Met een kleine winkel. Mm-hmm. En wat je net vroeger zei, wat je vroeger was, dat inderdaad is zo. Ik ervaar je veel meer ruimte tussen jou, maar niet in negatieve zin. Mm-hmm. Meer ruimte. Okay. Dat wil ik even zeggen. Oké, dankjewel. Ik vond het op zich wel een hele mooie opmerking dat je zei van dat je het eigenlijk nog nooit hebt geweten dat wat je ook zegt gewoon niet kan kloppen. Dus dan dacht ik van, goh, wat gebeurt er dan wanneer je dat letterlijk neemt? Want ik denk ook dat het zo is. Mm-hmm. Never. Je zou bijna zeggen dat allerlei rondeltjes verpest worden als wij de hele tijd het willen doen. In plaats van te kijken van, hoe zou het bestaan dit oplossen? Dus even kijken wat er gebeurt. En is deze body-mind daarbij nodig, dan zou ik het wel voelen. Maar bij heel veel niet. Zo overbodig. Dat is geweldig. Dat is zo rustgevend. En je wordt steeds helder, want ja, omdat je er steeds minder hoeft na te denken, is het er steeds mooi van, oh, dus mag ik er ook weer zijn wie ik ben, all in, hoeft niks meer aan het verbeterd te worden. Oh. Nou, nee. Zoals een zenmeester ooit zei, alles is perfect. Behalve maar er is wel ruimte voor een beetje verbeteren. Uiteraard. Ja, cool. Ja, dat is wel heel mooi hoor. Want als het, ik merk ook van als het, dat ik je er steeds meer tussenuit valt, dan is er wel laten we zeggen, een moment van, nou ja, een soort leegte van mijn part. Maar langzamerhand wordt dat wel opgevuld, of anders gezegd, nu zie ik meer wat er dus wel is. Mm-hmm. De verbinding bijvoorbeeld. Mm-hmm. En hoe zich dat vertaalt, fysiek, lichaam, ja, wauw. Dat noem het maar dat golk, vind ik wel een eng woord, maar ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen. Zo van, ja, zo'n intense, diepe verbinding. Ja, dat is wel heel mooi, hoor. Cool. Dus een maandje afwezigheid in je uppie, dat werkt geweldig. Dat werkt nog steeds door. Ja, in Tsjechië heb je ook een klein bergje. Dan kan je ook naartoe. Ja. Cool. Ik wil er maar aan reageren. Dat klopt wel wat je zegt, dat als het echt steeds kleiner wordt. Maar als die op sterven na dood is, dan ontstaat die gigantische doodsangst. En dan heb je weer een ander verhaal. Waarom ik dit nu zeg, weet ik niet. Omdat het eruit moest. Waarschijnlijk omdat het eruit moest. Want daar vind ik een heel groot verschil in. Want dat wegvallen van het ik, dat heb ik nooit zo erg gevonden. Behalve als je op dat punt staat van, nou is hij dus bijna op sterven na dood. Mocht ik wel een heel ander verhaal dan dat het fijn vinden van het bijna verdwijnen. Daar ben ik gewoon voor uitgerold. Waarbij we niet vergeten moeten dat de route van de ei niet per se de route van de ander hoeft te zijn. Nee, dat zeg ik ook gewoon. Alhoewel sterven en doodsangst wel een beetje samen gaan, denk ik. Ja, vaak wel. Als je hier zo zit met elkaar, dan valt er langzamerhand zoveel weg en van je af. Yes. En dan is het echt zo van ja, het is bewustzijn ontmoet bewustzijn. Dat is wat dan overblijft. Ja, dat is cool. Gewoon heel mooi. Fantastisch. Dankjewel. Oh yeah.